Danny Post terug in Venlo als aanvoerder van Almere City. Bij VVV is veel nieuw. Nieuwe trainer, deze Rick Kruis, nieuwe technisch directeur. Ook een nieuwe aanvoerder in de persoon van Sven Braken. Thuis openen ze het seizoen tegen het altijd ambitieuze Almere City. En het begin is uitstekend voor VVV. Want Kees de Boer maakt binnen 7 minuten de 1-0. Zijn eerste doelpunt in het Nederlandse betaald voetbal. Op aangeven van Rick Ketting, een van de nieuwelingen bij VVV, kwam van Inter Turku in Finland. Speelde eerder bij Sparta en Go Ahead. Openingsfase is voor VVV. Nu de voorzet van de Boer en bijna Johansson. De Zweed met de volgende goal voor de thuisploeg. Van de laatste 16 ontmoetingen met Almere verloor VVV er slechts 1. Dat was in 2006. En de volgende mogelijkheid is al daar, Venema. Ook een verleden bij Almere, net als Sven Braken. En de man met een verleden bij VVV, Danny Post, moet er na dik een kwartier geblesseerd vanaf. Krijgt applaus van de thuissupporters. Maar dat zal hem niet heel veel troost bieden. Al vroeg in het seizoen een blessure voor hem. Opnieuw VVV. En opnieuw een goede kans. Weer voor Johansson. Tegengehouden door Bakker. Eerste doelman van Almere. Uittrap van Zima. Verlengd. Venema probeert hem mee te nemen. Maar in één keer naar voren. Alhaft, die is handig. Is snel. Alhaft prikt hem in de korte hoek. En is die bal dan over de lijn geweest. Zima heeft hem, loopt er snel mee weg. Bij Almere denkt iedereen dat die bal over de lijn was en dat dit een doelpunt zou moeten zijn. Maar het spel gaat verder. Sterker nog, er komt een gevaarlijke aanval van VVV uit de paas van de Boer. Braken en die gaat liggen. Wordt hij dan geraakt door Bakker? Bakker zegt uiteraard van niet, maar de scheidsrechter zegt van wel. Eerst dit moment. Het heeft er toch de schijn van dat die bal over de lijn is. En hier heeft het de schijn van dat Braken zich laat vallen. Maar de penalty staat en die wordt door Sven Braken onverbiddelijk binnengeschoten. En de nieuwe aanvoerder van VVV zet de thuisploeg op 2-0. Daar zal na afloop nog wel wat discussie over zijn. Maar goed, Almere kan niet anders dan de achtervolging inzetten van Brugge. Lekkere uithaal. Goede redding van Zima. Nu wel degelijk voor de lijn. De ploeg van Pastoor in de problemen. Schudt nog eens met het hoofd. Was ook zichtbaar gefrustreerd na dat moment in de eerste helft. Waar die penalty voor VVV uitkwam. Daar staat wel tegenover dat zijn Almere niet al te veel laat zien. Half uurtje nog te gaan. Wildeboer, omdat Hilterman er nog niet bij is. Net als Anthony Limbombe trouwens. Wie er wel bij is, is deze nieuwe man. Faiz Matoir. Hij met een poging van afstand. Ook die wordt gepakt door Zima. Van heel ver. Omdat Bakker een beetje uit positie was, probeert Venema het maar eens. Matoir. Balverlies en dan ligt er heel veel ruimte. Venema. Daar is Roemer. Yakuro Roemer, de invaller. Bal van richting veranderd. En dan door Van Brugge tegen de paal. En vervolgens tegen zijn eigen scheenbeen aangeschoten. Eerst Jacobs nog die die bal raakt. En dan Van Brugge heel ongelukkig. Het wordt een eigen doelpunt voor hem. En 3-0 voor VVV. Dat de punten daarmee wel binnen heeft, wordt het nog mooier voor VVV. Bijna. Hier Ketting met de kans. Man van de assist bij de 1-0. Het blijft bij 3-0. Uitstekend begin voor Rick Kruis bij VVV. Wel een wedstrijd met wat discutabele momenten.